carnaval is, met elkaar aan de bar staan, biertje drinken, armen om elkaar heen en lachen, huilen en feest vieren. Ja, dat zagen we niet meer zitten. En daarom besloot Carnavalstichting Tilburg om de komende editie van carnaval geheel af te blazen. Eerder was al bekend dat de grote openbare evenementen zoals de Nopstoet en Kruikenstad in Koor niet door konden gaan. De organisatie liet toen weten na te denken over alternatieven, maar inmiddels is dat plan dus ook van de baan. En niet alleen vanwege het gezondheidsrisico. En als laatste heb je dan natuurlijk de beeldvorming. Ik bedoel, onze supporters van Willem II die natuurlijk daar een mooi feestje van hebben gemaakt. En stel je voor dat wij op 11.11 een prins gaan presenteren. En de volgende dag staat in de krant, nieuwe prins van Kruikenstad. Ja, heel de wereld kijkt natuurlijk naar ons en zegt, kijk, daar gaan ze weer in Tilburg, hè. Dus dat is een beetje de overweging en de manier waarop we tot een besluit zijn gekomen. Er komt dit jaar dus ook geen prins, geen gevolg en vanuit de Carnavalstichting dus überhaupt geen evenementen. En dus ook geen optocht. En dat is extra zuur, want vorig jaar ging de optocht ook al niet door. In eerste instantie vanwege de extreme weersomstandigheden, maar op de herkansingsdatum kwam het coronavirus al om de hoek kijken. Nou, dus al deze wagens die hier eigenlijk al een hele tijd staan, maanden staan, die zijn nooit vertoond, die zijn nooit getoond. Ja, dus voor ons is dat ook wel heel zuur. Dat, en zeker voor de bouwende verenigingen, dat deze wagens waar zoveel tijd en zoveel energie in is gestoken, dat die komend jaar ook weer niet getoond gaan worden. Maar het zijn niet alleen de bouwers en de feestvierders die het dit jaar zonder carnaval moeten doen. Ook voor de vrijwilligers van de Carnavalstichting valt er een groot gat. Voor mij persoonlijk en voor de Carnavalstichting van alle 150 vrijwilligers waar we mee werken, is dit natuurlijk verschrikkelijk zuur. Met name de feestcommissie, de commissie eigenlijk die 11.11 aan het organiseren was, daar is het natuurlijk het meest zure voor. Die hebben echt ontzettend, ontzettend hard gewerkt om iets moois neer te zetten en om 11.55 draaien daar de knop om. Dus ja, ik denk dat het voor ons allemaal ons verschrikkelijk raakt in ons groene oranje hart. Het is een leegte die overblijft. Het is heel vreemd, het is heel bizar. De carnaval zit in je hart en ja, dat is niet mooi wat er gebeurt. Dus een jaar geen carnaval.